weet nog dat een maat van mij, die ging met zo'n lange zwarte rok uit. Die had hij van iemand geleend. En ik ben daar jaren en jaren jaloers op geweest. Ik durf dat niet. Want ik had altijd het idee van de mensen gaan dat doorhebben. Maar ik zag er ook uit als een meisje. Ik was heel... Mijn puberteit was op mijn 16 jaar eigenlijk. Dus je stak het eigenlijk bewust weg, want je zegt nu zelf, de mensen gaan het doorhebben. Dus... Ja, en dat gaat zelfs zo ver, want ik heb dat daar straks in de auto met mijn dochter nog over gehad, want meisjes van Ramon van het Groenewoud stonden op. En dat wordt keihard meegezongen. En vroeger, daar komt ene zin in, meisjes, ik wou dat ik er een was. En dat was de enigste zin die ik niet durf meezingen. Omdat ik denk van, oei, ze gaan zien dat ik dat meen. Hallo, ik ben Peter Perceval. Welkom bij Keerpunt. Een podcast over gewone mensen die buitengewone keuzes maken in hun leven. Mensen zoals u en ik, die uitdagingen, hindernissen, problemen, veranderingen tegenkomen in hun leven en vertellen over de manier waarop ze daarmee zijn omgegaan. Omdat het voor iedereen inspirerend kan zijn. In deze aflevering praat ik met Marlies Verschuren. Marlies werd 50 jaar geleden geboren in de stille Kempen als jongen, maar ontdekte al vrij snel dat ze eigenlijk een meisje was. Haar leven werd een lang traject van ontkenning, inzicht, vluchten voor wat overduidelijk was en uiteindelijk toegeven aan het onvermijdelijke. Tegenwoordig is Marlies bedrijfsleider en maakt zij ook haar eigen comedyvoorstelling over haar lange traject. Daarover vertelt ze in deze podcast.